De provinciale wegen in Noord-Holland zijn dode wegen. Er gebeuren gemiddeld veel meer fatale ongelukken dan op andere wegen. De ANWB wil dat deze zogenaamde N-wegen snel veiliger gemaakt worden en lanceerde daarom een speciale website. Iedereen kan daarop aangeven welke provinciale weg nodig aangepakt moet worden. Verslaggever Floris Rauwbos, hoe gevaarlijk zijn onze provinciale wegen dan precies? Nou Jurjen, als je de cijfers erbij pakt, moet je toch wel concluderen dat onze provinciale wegen erg gevaarlijk zijn. 1 op de 5 dodelijke ongelukken in Nederland gebeurt op een provinciale weg. Dat is al best veel, maar helemaal als je je realiseert dat maar 6% van alle wegen in Nederland een provinciale weg is. Naast mij staat Marianne Dwarshuis van de ANWB. Mevrouw Dwarshuis, waarom zijn die provinciale wegen juist zo gevaarlijk? Nou, dat heeft onder andere te maken met de inrichting van de weg. Dus als je kijkt dat er wegen zijn waar doorgaans 100 of 80 km per uur wordt gereden. En ze zijn vrij smal. En er staan bijvoorbeeld bomen langs of andere obstakels. Of ze liggen dicht langs een sloot waar je makkelijk in kan raken. Dan is de kans dat je een ongeval krijgt natuurlijk een stuk groter. Nou, daarom dus de speciale website die de ANWB vandaag lanceerde. Daarop kun je dus aangeven welke provinciale weg echt gevaarlijk is en aangepakt moet worden. Een van de indieners is Thomas Smits uit Loosdrecht. Hij nomineerde de N201. Hier is een frontale aanrijding geweest met een persoon die ik ken. Overbuurjongen, zijn moeder daarvan is hier bij overleden door een frontale aanrijding. En dat eindigde daar tegen die boom? Of precies tegen de boom is geëindigd durf ik niet te zeggen. Maar dat is wel het gedenkteken en dat brandt elke avond een mooie kaars voor diegene. Waarom is dit een gevaarlijke weg? Omdat het onoverzichtelijk is en er is niet voor niets een doorgetrokken streep, dubbel. En mensen gaan toch nog inhalen omdat het soms te langzaam gaat. Wat moet hier gebeuren, denk je? Ik zelf denk iets met verlichting. Iets met verlichting erbij of een paar bomen weg dat je wat meer overzicht hebt. Ja. Wat meer zou ik er niet van kunnen maken. Dat moet je aan de verkeersgeleerden overlaten. Ja, Thomas wil dus heel graag dat de N201 aangepakt wordt. Dat willen er nog veel meer. De N201 staat nu ook op de site als nummer 1. Maar ook stemmen veel Noord-Hollanders op de N506. Wordt ook als een zeer gevaarlijke provinciale weg ervaren. Mevrouw Dwarshuis, die website, hoe werkt die? Nou, het is heel eenvoudig. Je gaat naar www.anwb.nl/veiligewegen. Dan kies je de kaart van Noord-Holland. En je kunt daar op de rood ingekleurde wegen een vlaggetje plaatsen op de plek die jij onveilig vindt. En het liefst hebben we ook dat je zo goed mogelijk even uitlegt waarom je dat vindt. Dan maakt het ook voor de provincie duidelijk wat precies het probleem is. Ja, want wat gebeurt er met al die reacties? Nou, we hebben eerder dit jaar een onderzoek aangeboden aan de provincie. En we willen graag deze reacties ook aan de provincie geven. Om ze zoveel mogelijk informatie te geven waarmee ze de wegen veiliger kunnen maken. Dank u wel. Goed Jurjen, nou goed, de ANWB heeft dus die website gelanceerd. Laten we hopen dat de onveilige N-wegen in onze provincie worden aangepakt. Floris, dank je wel.